Mijn naam is Tim Swanborn van Allianz Nederland en ik ben hier in Zandvoort op de EV Experience. Wij willen graag mensen vertellen welke risico's, welke schade je kan veroorzaken met een elektrische auto. En dan hebben we het natuurlijk ook over manoeuvreren. Bijvoorbeeld met deze cargobus. Wij willen u graag iets vertellen over het manoeuvreren met een elektrische auto. Wat mij verrast heeft, is dat ik al bijna 20 jaar mijn spiegels verkeerd heb staan. Ik moet mijn buitenspiegels veel meer naar buiten zetten, dus dat ga ik vanaf heden zeker doen. Dank je wel, team. Om veilig te rijden in een elektrische auto schakelen we hem eerst in de Eco-mode, zodat hij zo voorzichtig mogelijk op het gaspedaal reageert. Naast de Eco-modus zetten we het regenereren op minimaal. Dus we hebben hem al in de Eco-mode gezet en nog voel je dat de auto heel sterk accelereert. Dus probeer het gaspedaal heel voorzichtig te bedienen met heel veel dosering. Voel wat er gebeurt, rij niet te hard. We zetten de auto dus op minimale regeneratie. Waarom? Dan moeten we zelf remmen en dan hebben we zelf veel beter door hoe hard de auto eigenlijk gaat. En probeer hem dan voor iedere bocht geremd te hebben. Het gewicht van een elektrische auto is zo hoog dat je voor een bocht echt de snelheid eruit moet hebben, want dat overvalt je. Het gewicht komt in bochten en die rijstrookwissels in- en uitvoegen komt ineens hard binnen. Dan word je ermee geconfronteerd. Probeer dat te voorkomen. Dat is het veiligste. Nou, wat me het meest is bijgebleven, dat door het inzetten van data, gebruik van data, dat je het gedrag van de bestuurders gewoon kan beïnvloeden. En heel praktisch, gewoon het veiligheidshamertje, dat gewoon gaat verplaatsen in mijn auto, waar ik ook beter bij kan komen. Het meest bijgebleven is de presentatie van David Unger met de conclusies over elektrische voertuigen, hybride voertuigen en wat het effect is op de schadelast. En het mooie is dat Allianz het allemaal in eigen huis heeft. Ik vind het belangrijk dat wij als Allianz hier aanwezig zijn vanwege onze footprint in de automotive branche. Dat we continu inspelen op de laatste ontwikkelingen, zoals elektrisch rijden, maar ook autonoom rijden. Allianz heeft een fixe doelstelling op het verzekeren van elektrische auto's. In Nederland zijn we daar al een heel eind mee en willen zorgen dat we daar als in Nederland ook koploper blijven.